Hallo allemaal, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ga jullie alle vragen beantwoorden wat jullie voor de Q&A video hebben gevraagd aan me. En die ga ik allemaal beantwoorden, sommige niet, want die zijn al. En zorg als je niet in beeld komt, dan zwemmen we dan heel erg, want die is er al. Ja, heel veel mensen hebben hier best wel veel vragen naar me doorgestuurd. Zelfs mijn nicht heeft zelf een vraag naar me doorgestuurd. Dat is best wel raar, vind ik, maar goed. Maar in de tussentijd laat ik ook jullie vragen even in de beeld komen en beantwoord ik ze meteen. En ik loop dan eventjes een stukje rond en ja. Ik laat mijn beeldscherm zo, want dan word ik niet afgeleid en zo. Dus ja, dan ga ik eventjes lopen. Nou, de eerste vraag is, heb je huisdier en wat is je liefdespaard op SSO met setje? Nou, ik heb een huisdier, ik heb een chihuahua en laat ik nu ergens in beeld zien, maar ik weet niet waar. En mijn lievelingssetjes, ik heb eigenlijk niet zo, ik heb best wel veel lievelingssetjes, dus dat wordt een beetje raar. Dus ja, als je graag mijn favoriete setjes wil zien, dan maak ik wel eens een keer een video als jullie dat graag willen. Ja. Als jullie graag willen dat ik een setjes, mijn favoriete setjes video ga maken voor de tweede keer volgens mij. Ja, de tweede keer. Dan laat me dat even weten en ik doe dat. Oké, de volgende vraag is van Kimberly. Ik heb sorry dat ik je naam niet had gezegd. De vorige was van Nina. Oké. En de andere vraag is nu van Kimberly. Kimberly heeft de vraag aan mij gesteld. Wat vind je het leukst aan Superfans Family? Nou, wat ik leuk vind aan Superfans Family is omdat de leden vind ik best wel het leukst, zeg maar. Dan maak je club ook wat, ja, leuker, zeg maar. En de uitjes ook wel, maar de allerbelangrijkste is het leden eigenlijk. Dus ja, ik ga dan voor de leden, die zijn alle belangrijkste en de leukste die er is. Want ja, als je geen leden hebt, wordt het ook een beetje saai. Nee, wat ik wil zeggen, de leden zijn leuker dan uitjes. Want met leden kan je lekker praten en over dingen praten wordt eigenlijk niet net zo hoor, maar goed. Ja, nu ga ik naar de volgende vraag. Ik wil even snel doorheen gaan, zeg maar. Hoe oud ben je? Nou, ik ben 21, al een paar dagen geleden. Als jullie herkennen het nog. En is er nog een vraag. Welke club zit je? Nou, ik heb mijn eigen club, dat is Superfans Family. En die heb ik nu 7 maanden. En als ik een jaar heb, komt er een verjaardagfeest en zo. Wat is je nummer 1 op SSO? Mijn nummer 1 bedoel je met vriend? Of ja, als paard? Nou, ik ga het beter allebei beantwoorden. Nummer 1 zijn al mijn vrienden. En van de club. Zijn allemaal mijn nummer 1. En mijn paard, dan kies ik voor de Vries. Ja, voor paard Vries als je dat bedoelt. En als voor vrienden is dan allemaal die ik als vriend heb. Die vraag was van Lily namelijk. Ja, nu ga ik naar de volgende vraag toe. Die komt weer in beeld. Paardenkekkie, dat is van Hades. Hoeveel paarden heb je op SSO? Nou, volgens mij heb ik nu 78 paarden. Op het moment, maar nu komen er nog steeds meer bij, dus ja. ja, er komt steeds meer paden bij en zo. Mijn stadsuur hangt een beetje vast. Maar ja, er komt steeds meer paden bij. Maar ja, dat gebeurt met als je stadsuur hebt en je hebt veel starcoins. Nu ga ik naar de volgende vraag toe. En die is van Haley Everest. Hoeveel huisdieren heb je en zo ja, wat voor dieren? Nou, ik heb huisdieren, ja. Ik heb een chihuahua en die is nu 5 jaar. En ja, volgens mij was die vraag al, maar goed, maakt niet uit. Ja, ik heb een huisdier en chihuahua, meer heb ik niet. Ja, dan ga ik naar de volgende vraag toe. Van LEF Elfland. Ik weet niet of je naam goed uitspreekt, maar oké. Okay. Hoe lang speel je al Star Stable online? Nou, ik speel Star Stable nu al 4 jaar of zo. Zoiets. Ja, wel eventjes uittrekken hoor. Dat is nu 2019 en 2015. Ja, 4 jaar speel ik Star Stable. Nou, nu komt van Aya, die super veel vragen. Nou, Aya, jouw vragen komen nu aan. Zijn er heel veel, dus ja.
Eerste vraag is, wat wil je nog bereiken met YouTube? Wat ik nog veel wil bereiken op YouTube is eigenlijk om mensen blij te maken met mijn video's. En dat ze, als ze een slechte dag hebben of zo, dat ze naar mijn video's kijken en dan dat ze weer een glimlach op hun gezicht krijgen. En ik wil ook nog met YouTube wil bereiken dat ik mensen ga helpen, ook al hebben ze het moeilijk. En dus ja, dat is eigenlijk de antwoord wat ik daarop kan geven. Mijn maak is al beleefd niet zoveel uit. Ik wil alleen maar mensen helpen en daarom doe ik dat YouTube ook. Ja, nu de tweede vraag van Aya is. Met wie heb je een goede band opgebouwd op YouTube? Ja, wie heb ik een goede band op... Ja, weet ik eigenlijk niet. Eigenlijk denk met Aya, denk ik. En met Helen Swiftbitch, die heb ik een keer ook een keer een video meegemaakt. Ik kon echt goed met haar lachen. Maar oké, okay, Helen Swiftbitch en Aya, als jullie dit kijken. Jullie zijn mijn besties op je YouTube. Mijn stadsleven hangt een beetje vast. Maar dan weten jullie dat. Aya, wat nu in beeld, en Helen Swiftbitch zijn echt mijn YouTube maatjes of zo. Ja, en sommige ja, die kijk ik wel, maar zijn niet echt mijn YouTube maatjes. Als je graag YouTube maatje met me wilt zijn, mag dat prima. Vind ik niet erg. Hoe lang doe je al YouTube? Hoe lang doe ik eigenlijk al YouTube eigenlijk? Dat is eigenlijk de derde vraag volgens mij. Ja, de derde vraag. Ik doe nu al 3 jaar YouTube. Toen ik met Star Stable begon, dat was een jaar later, begon ik met YouTube. Mijn hele verhaal heb ik volgens mij al verteld volgens mij. Ja. Lievelingspaard. Mijn lievelingspaard is mijn, heb ik eigenlijk al 3. Fries, IJslander. Nee, ik heb al 4. Morgan en de Fjord. En IJsland had ik volgens mij al genoemd. Wat ik opgenoemde was de IJslander. Van welke paarden heb je spijt? Welke paarden heb ik eigenlijk allemaal spijt eigenlijk? Mijn Argonaut zweet. Die paard heb ik wel gekocht omdat ik naar Dinovelli wou gaan. Dat was de eerste paard die toen nog naar Dinovelli koos. En die paard heb ik nu heel veel spijt dat ik die heb gekocht. Maar ja, ik hou me gewoon lekker omdat ik daar een herinnering over hou. En nu ga ik naar de volgende vraag van Aya. Nou, ik heb heel veel vragen, maar goed. Welke paarden wil je nog in SSO? Er komt nog een video over welke paarden ik nog wil hebben. Er zijn al een stuk of 8 of zo of 9, maar die komt nog een video over. Dus wees maar niet gezorgd, dan zien jullie dit sowieso. Ik ga niet allemaal paarden opnoemen wat ik allemaal wil, maar zijn heel erg veel. Dus ja, ik zeg lekker liever niet. De volgende vraag is van Aya is, rij je een real life paard als je niet zo, als het privé is, zo ja, hoe lang? Ik rij zelf geen paard. En daar heb ik een reden voor, en die reden wil ik liever niet vertellen. Ja, ik wil wel graag paard rijden, maar op een of andere manier kan ik dat niet doen. En dat is best wel rot, als ik eerlijk wil zijn. En ja, dan ga ik de volgende vraag van Aya. Nou, ze heeft heel veel vragen, maar goed. Wat vind je leukst aan YouTube? Het allerleukste aan YouTube is livestreamen. Dat je met je fans gewoon kan praten. En dat je elkaar gewoon echt, ja, contact gaat zoeken. En video's maak je niet echt contact met elkaar. En livestreamen wel. En dan praat je met elkaar onder stream en zo je meteen. En dat vind ik echt het allerleukste. Maar jammer genoeg mag je niet vaak livestreamen. Ik weet niet of jullie dat horen, maar goed. Met wat editje en neem je op? Ik neem op met Bennycam. En met OBS stream ik. Of als Bennycam nu werkt, dan neem ik op met OBS. Wat edit ik mee? Ik wil edit met Wondershare Filmora en Zongefeest Pro 13. Volgens Zongefeest Pro 13 die gebruik ik niet meer zo vaak mee, omdat ik er bijna niks van snap. Maar goed, ik ben er mee bezig en zo. Ja, dat is eigenlijk de vraag die ik kan beantwoorden eigenlijk. Nu de volgende vraag, de laatste vraag voor nu. Wat zou ik graag nog willen doen in YouTube-wereld met SSO? Wat ik graag wil doen met YouTube met in SSO-wereld? Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht eigenlijk. Maar als ik het weet, zal ik er nog wel eens een keer aan de reactie als ik het weet. Maar die vraag kan ik eigenlijk niet beantwoorden, want ik weet die vraag zelfs niet eens. Maar ja, als ik in de wereld wil doen in Star Stable, zou ik wel ja
met YouTube. Ja, ik, wat zou ik graag willen doen in YouTube wereld met SSO? Ja, dat is best wel een goede vraag. Ik weet die zelf niet eens. Dat is echt heel hot. Maar oké. Okay. Ik denk dat ik gewoon die vraag openlaat. En als ik het toch weet, zet ik het nog even in de beschrijving. En dan zien jullie het wel. En nu ga ik naar de volgende. Dat is van Paardenwereldje. Zou je een keer een paardenkop video opnemen? Dat was ik zeker van plan, ja. Maar ik weet nog niet wanneer ik dat ga doen. Maar oké. Okay. Maar dat komt wel eens een keer. Of ik ga die paardenvideo maken als ik die paarden ga kopen die ik graag wil. Iemand had ook dat vraag beantwoord. Ja, nu komt een vraag die jullie al lang denk ik al weten. Hoe heet je in real? Mijn naam is Jessica en zo schrijf je. Zet nu eventjes een beeld. Op sommige mensen schrijven het fout. En ja, was er nog meer vragen? Nee, dat was het niet. Oké, nu komt de vraag van mijn nichtje. En zoals hij wel heeft geen zin in blijven. Wat is je favoriete kleur en mag meer kleuren zijn? Nou, mijn lievelingskleur is roze en paars, omdat ik dat super mooi vind. En ook die lichte kleuren zoals groen, al die lichte kleuren, ook die wat je hier ziet ongeveer. Al wat licht is, vind ik mooi van kleuren, maar donker eigenlijk niet. Maar echt mijn lievelingskleuren zou ik toch voor paars en roze gaan, want daar heb ik echt heel veel setjes van, maar goed. Wat kan ik nog, wat is nog meer een vraag? Ja, dat is van mijn Leila, dat is mijn nichtje. Dan ga ik naar de volgende vraag. En die is van gaming YouTuber Stephanie. Wat doe je liefst op SSO? Op SSO doe ik het liefst met mensen praten. Als er geen mens online is, ga ik trainen. En dat doe ik liever met muziek, anders doe ik het ook niet graag. Maar trainen vind ik ook wel leuk om te doen. En missies eigenlijk. Maar die heb ik niet meer. Dus praten, trainen en muziek luisteren. Als ik eerlijk heb, dat geen met liefde bestassen te maken. Maar ik doe het toch. En dat is een vraag die ik heel moeilijk kan beantwoorden van haar. Waarom ben je met YouTube begonnen? Ja, ik ben met YouTube begonnen omdat ik graag wil weten of ik dat wel kan. Want sommige mensen kunnen dat en sommige mensen kunnen dat weer niet. En ja, ik wou het ook wel eens een keer proberen. En ik zag een Engelse YouTuber die dat ook deed van Starstable. En ik dacht van waarom zou ik het niet doen? En kijken wat er van komt. En ik heb gewoon een random video geplaatst over de champ. Volgens mij heb ik weer ervan afgehaald. Volgens mij. Maar oké. Okay. Nou, dat is eigenlijk de antwoord die ik daarop kan geven. En de volgende vraag is van Gaming Steph, noem het zo. En wat is je allereerste paard of Phoebe? Nou, mijn allereerste paard of Phoebe, dat is de Yorkshire Pony. Het is de allereerste paard die ik kocht toen ik, ja, code volgens mij had. Was volgens mij een code die ik dat koopte. Was een pony. Voor 350 stakkoins, maar goed. Dat is de eerste paard die ik kocht. En dat is best wel normaal, want je had die mystery waar met die race en zo. En er was nog een vraag van iemand, maar die is al geweest. Ik laat het toch in beeld komen omdat ik dat wel leuk vind. Dat is haar aan, ja, zij had een vraag die ze niet volgens mensen niet opgelet, maar goed, deze vraag die heb ik nu al opgenomen, maar ik laat toch deze in beeld komen omdat ik dat wel leuk vind. Oké, wat is je lievelingspaard? Ja, dat heb ik ook al opgenoemd volgens mij. Dus volgens mij heb ik alle vraagjes beantwoord volgens mij, als het goed is. En zo niet, dan laat me dat even weten. En Dus ja. Als je nog vragen wil hebben, dan kun je dat niet meer doen, want ik heb het nu opgenomen en zo. En dan ga ik lekker heel lekker stilstaan. En dan, dan ga ik hierbij de video afsluiten en ik hoop dat jullie nu weten wat ik wil en wat ik graag wil doen. En hoeveel paarden ik heb, hoe ik in echt heet en hoe oud ik in echt ben. En ons stadje mag ik dat niet zeggen. Wat ik heel stom vind, maar goed, iedereen komt er toch achter een keer.
hoe je typt en hoe je bent en zo. Ja, sorry voor de mensen die ik de vraag niet heb beantwoord omdat ik die vraag al heb, maar ik laat het toch in beeld komen omdat het wel leuk is. Dus ik zie jullie bij de volgende video, dat is volgens mij bij de update, denk ik. Ja, dan zie ik jullie de volgende keer. Bye bye!